Hey jongens, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar mijn video. Mocht mij niet kennen, mijn naam is Kevin van Diest. Ik heb een kanaal over video en fotografie. Gear, tips en tricks. Dus als je dat leuk vindt, abonneer dan even op mijn kanaal. Zet ook even een notificatie aan. Dan weet je in ieder geval dat je altijd op de hoogte bent van nieuwe video's. Er komt ook weer heel veel leuk aan. Deze video, ja, even andere setting ook. Misschien een beetje dramatisch zelfs. Want, jawel, ik vind het heel gaaf. Ik word een korte video trouwens. Maar ik heb eindelijk na een lange tijd, ga ik nu met een camera aan de slag. Mag ik een camera gaan testen waar ik heel lang op gewacht heb. Nou, zoals jullie weten, ik werk met Panasonic eigenlijk al jaren. Ik vind het gewoon heel fijn merk. Ik heb alles geprobeerd, getest. En voor mij is gewoon Panasonic het fijnste. En nu hebben ze natuurlijk een nieuwe weg ingeslagen. Ze zijn full frame gegaan. Dus ik mag nu de nieuwste gaan testen. Deze bad boy. Heel veel zin in. Ik heb er nog ook echt niet mee gewerkt. Normaal gesproken dan krijg je iets binnen en dan zeg je gewoon van, nou, weet je wat jongens, ik ga het gewoon doen, ik ga er gewoon mee spelen en dan komt er een leuke review aan. Alleen dit keer, ja, ik ben gewoon zo opgewonden, ik vind het zo gaaf. Wil ik jullie gewoon even meenemen in dit moment. Ik krijg hem binnen, even een soort van aankondiging van, jongens, er komt nog een review aan, maar even dat ik hem binnen heb gekregen. Een soort van unboxing, first look, dat ik even met jullie ga doen. Dus ik zou zeggen, let's go! Nou, daar is hij dan. Ja, de S5. Zoals je kunt zien, dit is de doos. Ja, ik heb dan wel een kleine beschadiging. Want ja, je ziet, ik heb een demo natuurlijk. Dus ja, die inhoud zit ook niet heel erg mooi meer natuurlijk. Maar dat snappen we allemaal wel. Maar dit is in ieder geval de doos. En die stijl is al heel gaaf. Het is echt de 2.0 stijl van Lumix. Zwart mooi met rood. Maar ja, zoals ik dus al zei, ja, die doos die is niet meer heel netjes. Dus het uitpakken ervan, dat heeft weinig zin. Dus laten we gewoon lekker gelijk doorgaan naar de body. En daar is de body. Wauw, wat een ding, hè. En ook een volledig andere stijl. Het is echt gewoon super compact. Dat valt eerst op. Het is gewoon full frame. En het is veel hoekeriger. De ronde hoekjes zijn weg. Houdt heel erg lekker vast. De grip is ook lekker hoor. En ja, super licht. Goed comfortabel in de hand zo. Ja, het voelt gewoon heel goed aan. Hè? De nodige aansluitingen zitten erop. Ja, en dan heb je natuurlijk die L-mount. Dat is het. Full frame. Mooi, die dop die gaat gewoon niet los. Dus je ziet meteen, ik moet hem eerst ontgrendelen en dan gaat pas die dop open. Dat is ook wel heel gaaf. Kleine details jongens, kleine details. Daar moeten we gewoon ook even naar kijken. Leuk, maar daar is hij dan, hè? De L-mount full frame sensor. Wauw, heel gaaf. Snel even de dop erop. Wat je dus ziet eigenlijk, ja, het is ondanks dat, even klikken. Ja, kijk, ondanks dat, het is gewoon een hele compacte body. Gelukkig ook weer hier de tilt-screen erop, want dat vind ik zo onmisbaar met video. Helemaal handig als je er helemaal niks omheen bouwt, dat je toch nog een mooie kant op een scherm hebt om mee te werken. En de knoppen zitten er. Rode knop, echt video dedicated, super handig. Modile, alleen jammer dat daar die middelste vergrendelknop niet op zit. Ja, dat kan dus een kans snel zijn dat je hem dus in een andere modus zet. Dat is even anders. Ja, heb het meer, hè. Het rode ringetje wat ik al zei, die nieuwe stijl wat we dus zagen bij de G9. Hè? Heel gaaf, ik hou er echt van. Ja, en overal, het is gewoon hoekeriger geworden, hè. Dus... ja, en de nodige knoppen, ja, die dial, deze, die ronde, ja, ik weet niet, het voelt iets anders aan dan de GF5. In de GF5 wat robuustere 4 drukpunstoets hebben, of hoe je dat ding ook wil noemen. We hebben weer natuurlijk de SD-card slots, 2 stuks. Nu wel eentje met de, dus slot 1 US1 en slot 2 US2. Dit zijn de nodige buttons die we zien, ook weer van de GF5, erg prettig. Ja, je hebt hier natuurlijk de switch naar manual focus en automatisch. Met de print bovenop dit keer, dus dat is even anders. Eerst dacht ik, hé, er staat niks op. Ja, die draait, het draait ook net, ja, die knop draait net even anders. Even inzoomen. Kijk, die knop draait net even iets anders, voelt net even, ja, iets minder pro aan. Met de G5 is het toch wel echt pro, dus het voelt net even een andere bevestiging. Maar jongens, we hebben het hier over een full frame camera die echt spotgoedkoop is voor wat je krijgt. Dus nee, daar moeten we niet over zeuren. Wat een plaatje, daar is hij dan. Nou, dan pak ik even de lens erbij. Je hebt namelijk een kitlens erbij. We noemen het altijd kitlens, want die zit erbij. Maar hij is, wat ik heb gehoord, echt heel goed. En is dat natuurlijk op zo'n L-mount als deze. Ja, dat is gewoon mooi. Wat je dus denkt van, hé, dat is een grote mount. Toch een redelijk compacte lens komt. En dat is wel mooi, dus namelijk deze. En dit is de 20x60. En dat is ook opmerkelijk. Niet een 24-70. Nee, gewoon een 20x60. Het zou best kunnen denken, hé, dat is apart. Maar dat is echt wel met de gedachte van video heel mooi. Want 24 groothoek is mooi, maar kun je net wat wijder gaan. De ringen draaien lekker. Je hebt de zonnekap heb je erbij.
dop erop. Ik ben niet echt fan van die dopjes, maar dat is dat. Zoomt lekker. Ja, dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een hele compacte lens. Heel licht van gewicht, vind ik zelf, voor een kit lens. Met dat bereik. We moeten natuurlijk even zien hoe ik het zelf ervaar. Maar wat ik heb gehoord, moet deze heel erg goed zijn. Het ziet er gewoon gaaf uit. Super. Ik ga hem even opzetten. Ja, goed zoeken. Oh, want hij zit daaronder nu. Dat is ook natuurlijk een dingetje. Ja, dat is even... Kijk, daar staat hij dan. Wow. Van het plaatje, jongens. En dat is gewoon full frame. Dat is gewoon echt heel gaaf. Heel mooi plaatje zo, ja. Ja, dat voelt ook gewoon goed aan. Zo vasthouden is perfect in balans. Perfect. Hij hangt kantelt niet naar voren. Je hebt gewoon een lekkere combinatie zo. Ziet er gaaf uit. Laat het wel wezen. Gewoon vet. Ja, het zoomt goed. Soepel. Hangt niet naar voren nogmaals. Mooie verdeling van gewicht. Ziet er heel gaaf uit. Ik leg hem even naast de camera waar ik nu mee werk. GH5. Hè, omdat we gaan kijken naar hoe groot is het. Ja, jongens, ja, shit. Ja, deze past natuurlijk niet helemaal in beeld. Ja, ik heb hem ook eigenlijk gewoon helemaal gerigd zoals ik ermee werk. Dus dit is even niet anders. Maar even puur juist voor het idee van, nee jongens, je gaat naar full frame. Hij wordt misschien groter. Jongens, hij is gewoon kleiner dan mijn GH5. De camera is kleiner, lichter dan mijn GH5. Echt te gek. En kijk dat verschil. Ik bedoel, ik ga mijn nek er niet over breken dat ik naar een camera zou kunnen gaan die groter is. En dat is hij niet eens, jongens. Het is te gek. Ja, en even terug naar die lens, wat ik zei dus, hè? Hij is erg compact. Dit is dus de 20-60 met een full frame L-mount. Ik zal het even vergelijken namelijk met de lens, de tegenhanger ervan, zeg maar, voor de Micro Four Thirds. Dat is de 12-60mm. En als je dan ziet wat het verschil is, dat valt echt heel erg mee. Natuurlijk is er een verschil, want ja, het is een grotere sensor. Dus het moet qua diameter ook groter zijn. Ja jongens, dat is dus eigenlijk even de video. Ik wilde dit even met jullie delen. Ik heb de S5. Ik ben erg opgewonden, enthousiast. Het is een fantastische camera, een mooi ding. Ik heb er nog geen beeld mee geschoten. Dus ja, dat is natuurlijk wel gewoon even een aanname dat ik doe. Panasonic. Ik heb 100% vertrouwen in dat het goed is. Dus ja, ik kan gewoon niet wachten om mee aan de slag te gaan. En dat ga ik dus zeker doen. Dus, en het vooral gaaf is dus... Oh, even weer. Ja, moet even ontgrendelen. Het gave dus dat je dus, het verschil, ik ga dan het verschil ook merken met de Micro Four Thirds en dit systeem. Ik heb al een goed systeem, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Het zou beter moeten zijn, dus dat gaan we zien. Jongens, dit was dus even de video voor vandaag. Ik weet eigenlijk niet, die zijn wel kort. Ik weet niet of die kort is, want ja, zo'n unboxing en mijn enthousiasme. Dat kan er toch voor zorgen dat het misschien wat langer duurt, maar jongens, het mag. Het mag gewoon, dit is gewoon gaaf. Ik ben heel erg tevreden, ik ben heel erg blij. Ik ga er lekker mee spelen. Aankomende weken ga ik ermee spelen. Aankomende maanden eigenlijk. Ik mag hem eigenlijk zo lang houden als ik wil. Ik ga er gewoon lekker mee testen. En ik ga jullie zeker de review doen op het moment dat ik denk, hey, ik heb nu genoeg dingen gezien, ervaren. En natuurlijk vergeleken met mijn ervaring met de GH5. En ook de kleinere camera's van Panasonic. Om tot een oordeel te komen. Ik ben heel erg benieuwd verder. Heb je zelf zaken, vragen, dingen die je wilt weten over deze camera, over het nieuwe systeem van Panasonic, laat even weten. Doe even een comment, want dan kan ik dat meenemen in mijn review. Dingen waar jullie zelf tegenaan zijn gelopen, of misschien waar je van gehoord hebt, of nieuwsgierig naar bent, of misschien gezien hebt bij de S1 of de S1H. Laat even weten, dan kan ik er gewoon terugkomen. Dus jongens, dit is even voor nu even de unboxing, first look, hands-on video met de S5. Tof. Panasonic, super bedankt natuurlijk. Heel gaaf dat ik even lekker hiermee kan spelen. En ja jongens, dat was de video weer voor vandaag. Mocht je het leuk vinden, wat ik al zei in het begin, ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker. En blijf dan even op de hoogte door die notificaties te doen. Krijg je elke keer weer die nieuwe video's. Er komen weer hele gave video's aan. 2021 voelt voor mij aan als het jaar van, ideeën te veel. Ik heb nu al meer ideeën dan waar ik mijn heel jaar mee kan vullen. Dus en er komen leuke dingen aan. Er komen collabs aan, jongen. En er gaan hele gave dingen komen. Ik ben gewoon heel erg enthousiast. Ik heb zin in dit jaar. We moeten er gewoon een beter jaar van maken. En dat kan niet anders, jongen. We hebben een slecht jaar gehad. Dit moet het gewoon gaan worden. Dus jongens, ik ga gewoon lekker verder. Ik heb mijn mooie kindje hier staan. Wij gaan er een mooi jaar van maken. Wij gaan lekker aan de slag. Jongens, bedankt. En tot de volgende keer. Superleuk. Ik praat een beetje veel. Ik weet het. Sorry, jongens. Enthousiast. Dus, was gezellig. En tot een volgende keer.